Gelderse huizen zullen van het aardgas afgaan en omgevormd worden naar energie-neutrale woningen. Om deze verandering te versnellen, stelt de provincie Gelderland 5 miljoen euro beschikbaar aan een van de Gelderse gemeenten om een woonwijk van het gas af te halen. Wat is de Gelderse proeftuin? Wat we eigenlijk willen doen in Gelderland is in navolging van het ministerie, die twee wijken in Gelderland als proefwijk heeft aangewezen, waar ook middelen voor beschikbaar waren om van het aardgas af te gaan. In Gelderland hebben we gezegd: wij gaan nog een derde wijk daaraan toevoegen en hebben alle gemeenten uitgenodigd om daar een voorzet voor te doen, wat een goede wijk bij hun in de gemeente zou zijn. Arnhem doet mee. Wat moeten zij doen, willen zij het beste plan hebben? Volgens mij moet Arnhem heel erg goed kijken wat zijn de uitgangspunten. En ik verwacht eigenlijk wel een beetje van onze provincie, hoofdstad, dat ze met een mooi en vernieuwend voorstel gaan komen. Wat eigenlijk gewoon op basis van de inhoud dan moet gaan winnen. En mocht Arnhem winnen, bepalen de Arnhemers zelf welke wijk het wordt. Bepaalt de gemeente dat, bepaalt de provincie dat. Het is aan Arnhem zelf hoe ze dit inleveren, maar Arnhem draagt zelf voor welke wijk dat is. En of ze dat zelf doen of in samenspraak met de inwoners van de wijk, dat laat ik even bij de gemeente Arnhem. Maar ik moet wel waarschuwen, zorg voor een heel goed plan, want ik weet dat er nogal wat gemeenten bezig zijn om ook een wijk in te dienen. En ja, provincie, hoofdstad of niet, het beste plan moet gaan winnen. Het gaat maar naar één gemeente en één wijk in de gemeente dat is best weinig. Ja, maar dan kun je kiezen: ga je 5 miljoen euro verspreiden over een heleboel verschillende wijken of steek je het in op één heel goed initiatief? Wat zijn criteria voor de wijk? Mag Arnhem elke wijk kiezen of moet een wijk een bepaald aantal huizen hebben? Nou, kijk, een wijk is natuurlijk meer dan een straat met huizen. Uh, dat gaat wel over enige volumes. Maar we hebben geen voorwaarden op voorhand gesteld dat er bijvoorbeeld 4000 mensen zouden moeten wonen. Want er zouden heel erg veel uh, dorpen in Gelderland op voorhand al buiten de boot vallen. Dat is de bedoeling niet. We willen eigenlijk gewoon het leukste, vernieuwendste, beste initiatief uit Gelderland hebben.